Ah ja. En geluidsgeïsoleerd. Sort of. Zijn dat eigenlijk gewoon buizenversterkers die hier staan? Ja, bijna allemaal. Tof, man. Hoe kom je daar? Ja, in die loop der jaren verzamelen. Maar vinden enzovoort? Ja, echt op alle mogelijke manieren kom je ze tegen. Mediafestijn. Gaan mensen thuis, die zitten dan met de opgetuigde boom en lampjes en sterren voor het raam. Moet je zelf weten als je dat mooi vindt, moet je gewoon doen. Zitten nou met de kerst, wat zitten ze te doen? TV te kijken naar andere mensen waar dan een cameraploeg thuis staat om te kijken hoe zij de kerst vieren. Ze zitten eigenlijk alleen naar elkaar te kijken. Het is een gesloten club. Het is een gesloten cirkel van in dit geval dan kerstvierders, want die mensen hebben nog veel meer gemeen, de verjaardagen, de supermarkten, de praatjes, en dan vallen wij buiten. Wij zijn nooit toegelaten tot die club en we hebben ook ons ook nooit aangetrokken gevoeld tot die club. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, en dan ben je al gauw natuurlijk een depressieve treurwilg en alles als je niet verplicht blij bent tijdens die dagen. Ik ben dolgelukkig, man, met mijn eigen sores. Ik vind het heerlijk. Ik heb het hartstikke goed. Ik ben vrij als een vogel. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan gewoon stoppen met DJ'en. Als ik dat wil, als ik het zat ben. Ik kap er gewoon mee. Ik heb er genoeg van. Ik heb het gehad. Mijn oren pleuren op mijn hoofd. You are listening to the Cybernetic Broadcasting System. Live from the Vuelex Tower in Delft. And we will be wrecking this station because DJ Overdose is in the house. Alden Tyrell is here and Intergalactic Gary is also available. Het idee van, ik maakte al muziek met Jan. Toen dacht ik van ja, laten we het gaan uitbrengen. En ik had wat demos rondgestuurd. Nou, ik kreeg er niet veel respons op, wat ik op zich wel verwachtte. Ik dacht van ja, nou ja, goed, het is inderdaad wel een beetje raar. Ik dacht misschien Jack Subbeats. Dat was toen wel vrij actief in Nederland en had er wel soortgelijk, maar ik kreeg geen respons op. Ik dacht, nou ja goed, laat het zelf doen. Toen heb ik eigenlijk Bunker bedacht om het hele concept van die muziek. Ik dacht, nou, dit is gewoon muziek wat uit een bunker komt. Gewoon een soort pulses die vanuit een bunker uitgezonden wordt. Een veilige honk onder de grond, verborgen voor de rest van de wereld, maar dan wel codes uitzendt. En dan alleen aan de freaks om die codes te ontrafelen. Bunker is echt de bunker in Den Haag. En nou, Vuelex ook, maar meer nog Bunker. Bunker is echt wat het was, wat het nog steeds is eigenlijk. Dus kraakfeestjes en donkere jullie-meubius geluiden zo. Wat nu wat is een beetje aan het vervagen, maar Bunker is nog steeds. Die Haagse elektroscene die is bij elkaar gekomen in de Voltage heette dat. Dat hebben wij omgedoopt naar Disco 2000. Dat was een of ander een mega shabby kut discotheekje tegenover de Asta op een hoekje en er werd niks meer mee gedaan en iedereen kende wel iemand. Ik weet niet meer hoe het met die anderen in verhoudingen was dat die elkaar allemaal kenden, maar ik kende Martijn, die draaide volgens mij Jungle of zo, Mees heet hij, en die vroeg of wij daar ook aan mee wilden doen en dan hadden we een vergadering bij Mees thuis. Daar heb ik Ferens kende ik al van de Hotmix, maar daar was Ferens ook en toen gingen we. Het waren dan vier groepen en dan daaronder verdeelden we elke vrijdag in de week naar vier avonden. Dus wij hadden onze DBF night met electro en oldschool hiphop en ook wat toen nieuw was alweer 95 volgens mij. En
volgens mij had Ferris daar zo'n Bruine Planeetavond. Dan had je nog Martijn met Jungle en weet ik veel, Harry ook. En dan nog een vierde, ik weet niet meer wie dat waren. Dat was volgens mij een van de Chinese chick, Julie of zo heette ze. En die had dan ook nog een avond. En door dat gebeuren zijn volgens mij heeft iedereen elkaar een beetje elkaar leren kennen ook. Veel mensen in ieder geval. Nou, daar zit Astma. Het was vroeger iets vrijers. En hier aan deze kant, dit was de Voltage. Nou, dus weer bedden en matrassen. Nou, valt mee dat het geen schoenwinkel is. Dus dat was eigenlijk wel uniek of zo. Dat we midden in het centrum deden wat we deden. Nou, het grootste compliment wat ik gehad heb op mijn plaat, het klinkt weer als het oude bunker. Niet klinkt als, maar dat het meer qua gevoel dat het dichter bij die oude Unit Meubels dingen ligt. Als je nu nog die oude cd'tjes van hun luistert, dat is dat die gasten zijn echt ook qua techno en house en dat soort dingen, die hebben echt geniale muziek gemaakt. De eerste release hebben we nog met z'n allen gewoon wat geld ingelegd. Om gewoon zo'n... Vorige deden we bunker 1 en 2. Uh-huh. Dat was, deden gewoon Richie, Jan en ik. We hadden gewoon ieder een paar honderd gulden bij elkaar. En toen zijn we gewoon gaan persen. En toevallig had ik een vriend in Al van de Rijn. Die werkte weer bij de concurrent, een distributeur in Amsterdam. Die ook een Boeddhisk verkocht. Boeddhisk was toen de grote distributeur voor techno in Nederland. En via hem kon ik dus die bunkers aan Boeddhisk verkopen. En dat ging, dat was binnen 2 weken weg. Het waren er maar 300, bunker 1 en 2. Dan maar 3 en 4 gaan uitbrengen. Maar toen was er geen geld meer natuurlijk, want het duurde wel een tijdje voordat we geld van Boeddhist kregen. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan maar LSD verkopen. Dat wat ik al deed, en met de winst van die LSD heb ik gewoon 3 en 4 betaald en uitgebracht. Halverwege 3 en 1, dat was echt een soort van, dat explodeerde gewoon. En toen ging al heel snel andere mensen soundsystems opzetten en muziek maken. En ik ging ook heel snel al andere mensen die muziek maakten uitbrengen. Route 66 heb ik ook als eerste niet-Unit Meubels act. Die jongen komt uit Al van de Rijn oorspronkelijk. Die zat mij op school. Die kende ik nog. Maar die heeft toen in 89 al hele gave asset nummers gemaakt. Maar dat was nooit uitgebracht. Dus had ik die nummers die toen al een paar jaar uit waren uitgebracht. En het is hier geleidelijk geëxpandeerd. Het is de snelste plaat die ik ooit heb gemaakt. Die arme 808, die hebben het zo slecht gehad. Volgens mij 93. Ontdekte in een hot mix, dat was in een winkel van Ferns. Die had dan ook een postorder voor Dietro Techno Chicago Tracks. Eigenlijk uitsluitend Amerikaanse underground. Ik was heel erg in de Amerikaanse underground, maar ik wist ook heel erg veel van het... Want er ontstond een hele grote Europese underground. Van mij uit Duitsland, maar ook in België en Engeland. En daar wist Ferens niet zoveel vanaf toen nog. Wij zochten eigenlijk een distributeur, beter dan Boeddhist. En Ferens bood dat aan, maar er kwamen eerst plaatjes verkopen in zijn winkel. En hij vond het erg interessant. En we leerden eigenlijk Ferens gaandeweg beter kennen. Hij werd onze distributeur. En uiteindelijk ging ik hem helpen met distributiekanalen in Europa vinden, waardoor hij ook het Europese underground naar zijn winkel bracht. Waardoor hij echt een hele uitgebreide underground catalogus kreeg. Hij werd op een gegeven moment, het was gewoon de beste technozaak van Nederland. Hij had gewoon alles, alle gefriekte zooi uit de hele wereld. Dat kwam daar terecht. Dat was in de tijd ook dat die gasten van Dropbase Network uit Milwaukee leren kennen. Die waren helemaal wild van die sound. Ik had het toen eigenlijk net een beetje mee gehad. Doei.
Nou, zo is het begonnen. 495 kwam ook al die kwam ook weer een nieuwe golf van Electro uit Detroit. Ferris en ik pikte dat alweer op en dat draaide ook die nieuwe electro dingen al heel snel op technofeest, want het waren eigenlijk technofeest. En ongeveer rond 97 kreeg je eigenlijk een soort van tweedeling. Je kreeg de mensen. Dat was, ergens is dat jammer, want bij die Acid Planet kwam iedereen. Alle freaks. Het was nog echt één scene. En dat is ook echt. Dat is op een gegeven moment een soort evolutie. Je kreeg een soort van de lui die vast bleven hangen aan die drugs. En die alleen maar harder wilden. Die kreeg toen techno met een K. Dat werd nadrukkelijk met een K. En dat werd steeds harder. Industriële techno. Dat werd bijna een soort gabber. En dat waren echt de crusties. Voortgekomen uit die Engelse scene. Maar intussen ook heel veel Nederlanders die erbij zaten. En er kwamen ook een heleboel sound systems in dat genre in Den Haag. Werden actief. Nou. En je kreeg een groep mensen die eigenlijk al heel lang vanaf het begin erbij waren. Aangevuld met wat nieuwe mensen. Die juist meer de elektrokant op gingen. Wat toen eigenlijk... toen net opkwam als golf. Zelf ben ik dus heb ik ja, jarenlang niet kunnen uitbrengen en toen ben ik eigenlijk weer opnieuw begonnen met de Bunker 3000 serie. Omdat de laatste bunker was Bunker 29 en dan zou de eerste bunker 30 zijn, maar dat is 3000 geworden. Een verzamel-P met Elektra uit Den Haag. En dat werd eigenlijk een nieuw begin, maar het was ook gewoon een compleet nieuwe scene die toen opkwam van muzikanten die ineens Elektra gingen maken. Ze zeggen Elektro, maar ik vind ja, ik heb wel Elektro gemaakt of zo, maar maar van alles eigenlijk, als het maar elektronisch is, zo, geen gitaargeweld of zo, helaas, kan ik niet, dus doe ik niet. Niet dat het elektronisch me wel goed afgaat, maar het is wat makkelijker, zo, ik hoef niks te kunnen geven. Het is natuurlijk een hele kleine scene op zich, het is ook een hele gefreakte scene, die ook weer uit verschillende soorten... niches bestaat en die is er op zich wel, maar het is niet vergelijkbaar met de Russische scene, zeg maar. Dus ik weet het ook niet. Het is wel zo dat er zijn mensen die dingen doen en het is redelijk uniek binnen, het is wel iets typisch Haags of zo. Dat is wel zo en er zijn heel veel mensen die ermee bezig zijn, maar ja, publiek hebben we niet echt hier. Ze zaten niet gelijk op Bunker, maar ze kwamen in een galerie van twee meisjes op de Zuidwal, is dat geloof ik ook, waar Blauwe Aanslag zat. En die galerie, daar moesten ik en Tjeu draaien en daar traden zij op. Daar heb ik hun volgens mij voor het eerst gezien. Nou, het is trouwens wel zo dat die gasten van de DWF, die hadden echt, toen ik ze leerde kennen, die hadden echt helemaal niks te maken met Bunker. Die deden gewoon hun eigen ding en die draaiden alleen maar Miami. Hip-hop en knallende oldschool electro feestjes, weet je wel. Nou, dat is voor mij ook best wel belangrijk geweest. Ik heb er ook geleerd van die gasten. En het is ook weer vervlochten met elkaar, dus die gasten brengen ook weer dingen uit op Bunker en ook op niks, weet je wel. Ja, het is onvermijdelijk. Maar het stond eerst er los van. Is het een zin? Nee, al lang niet meer. Sinds... ten tijde van de feesten, de Acid Planet feesten in de Blauwe Aanslag, was er echt wel een scene. We maakten allemaal van herrie en knalden er lustig op los. Feesten ieder weekend, de minimale concept, hard knallen, blubber tot aan je enkels, strobo aan en een rookmachine die niet meer uitkom. En iedereen propte zich vol met van alles. En dat was het, van hard knallen tot je erbij neerviel. Nou, op een gegeven moment valt het uit elkaar, is het niet leuk meer en gaat ieder een beetje zijn eigen weg. Maar toch op een of andere manier zitten een aantal lui nog steeds wel redelijk aan elkaar vast, omdat we... Ja, ik werk ook wat meer samen nou met mensen, Intergalactic Gary, Alan Tyrell, DJ Overdose, omdat we gezamenlijke interesses hebben, zowel de fetish voor bepaalde machines, voor bepaald geluid.
We hebben veel van elkaar geleerd. Een overdose is helemaal Miami Bass. Ik was ook helemaal gek van Miami Bass, alleen ik wist er niet zoveel van. Nou, hij kan de oren van je hoofd afknallen, ja. Ik ben disco-freak. Ik ben disco-freak. Uit de kast. The new Alden Tyrell brand spanking new on clone vinyl, and there is, it's like only a limited release of 300 copies I have heard. So well, you gotta be fast, and you gotta be friends with Sergio from Clone, otherwise he won't sell it to you. What's the name of the record? It's called Knockers. I don't hear you. No problem. Here's Alden Tyrell himself. Hi, this one is called Knockers. Right. This is Alden Tyrell, Knockers, enjoy. After that we have Intergalactic Gary all mixed up here in the Vulex Tower on the CBS. Enjoy. Veel te veel druk maken om wat er in, wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is, wat later pas aan de orde komt of mensen het leuk gaan vinden. En ja, het moet apart zijn en het moet beter zijn als dit en het vorige. En de hele essentie van gewoon lekker muziek maken eigenlijk, die voel je helemaal niet meer. Ik hoop dat het echt anders is dan al die andere tracks die erop komen. Ik heb helemaal niks gehoord gelukkig van mensen. Nee, dat ding verleden wat heb je ook niet gezien? Nee. Bewust. Ja. Okay. Ja, toen jij zei van Lego, wat die heeft al iets gemaakt en zo. Zo ja. En dan op zich, meestal heb ik al geluiden, die maak ik al in de synthesizers en soms maak ik een geluid bij of zo, maar ik begin meestal met een ritme of zoiets en daar leg ik een baslijn over of als ik daarmee bezig ben, dan lijkt het meestal wel ergens op of zoiets en dan gaat het daarin verder en dan ontstaat er een conceptualisatie of zo. Dat soort dingetjes. Is het
is het een soort schetsen totdat het goed is? Of is het gewoon meer stapsgewijs? Hoe bedoel je stapsgewijs? Gewoon het maken van muziek. Ik bedoel, zeg je van nu heb ik A bereikt en nu ga ik door naar B. Om het maar eventjes gewoon klinisch uit te leggen. Nee, het is allemaal super schetsmatig. Ook het eindproduct is altijd slechts een schets van wat ik wil. Ja. En maak je het dan uiteindelijk ook zelf af? Of laat je het dan ook nog bij iemand af uitmixen? Ik mix het zelf af, maar het wordt natuurlijk zoals bij in de hele scene gemasterd door Alden Tyrell. Dat betekent dat, kijk, als je piek naar de nul komt hier, dan kan je het niet harder maken. Want dan gaat het oversturen. En dus betekent dat verhoudingsgewijs de muziek, die is meestal gewoon wat zachter, dat die vrij zacht op plaat komt, weet je wel. Als je nou zorgt dat die pieken ietsje lager worden, kan je het geheel veel meer oppompen. Maar als je dat te veel doet, dan gaat de dynamiek weer weg. Dan wordt het een soort van gladde brei, weet je wel. Dus je moet een beetje een tussenweg zien te vinden in dat geheel. Dat je de dynamiek houdt, maar wel zo hard mogelijk op een plaat kan persen. En dat kan je op een heleboel manieren doen. Dan kan je het equalizen doen met de compressors of limitors of maximizers. Of weet ik veel. In het begin zat ik heel veel te fucken met equalizers en een bandje hier en daar weg en dub erbij. En nu krijg je betere plugins en nu doe ik het eigenlijk maar met één of twee handelingen. Omdat ik toch een beetje erachter ben gekomen dat je het best wel meer mogelijk aan muziek kan doen. Om de kracht te laten houden. Maar ja, mensen denken ook vaak, als je dan breng je iets naar ze toe en dan denken ze, nou wordt gemasterd, nou wordt het goed. Maar ik ben heel erg gebonden aan wat je toegezonden krijgt. Weet je, als iets crap klinkt, dan kan het echt niet ineens super dik laten klinken. Ik kan het hooguit iets minder crap laten klinken. Nou, ik denk dat ze ergens dit bedoelen. Heel oud al. Hetzelfde een beetje klinkt, gewoon ieder nummer. Ja, je gaat alles gewoon in één lijn trekken, zeg maar. En gewoon waar het moet oppeppen of afpeppen, weet je wel. Ja. En ik weet niet of hier nou galm op moet, of die bassdrum. Een van de problemen waar je wel mee zit, zeg maar. Als je niet zo kritisch zou zijn, dan voor mij dan. Zou je sneller tot een geheel komen. Maar toch nog even daar, toch nog even daar. En dan luister je de volgende dag terug en dan nog weer opnieuw. Ja, je bent toch altijd op zoek naar het perfecte of zo. Ja, wanneer is het perfect? Ja, nooit. Het kan nooit echt perfect zijn. Wij zijn lui, daarom zijn we de luiheid overwint van het überhaupt ieder streven naar perfectionisme. Dus. Maar achteraf, na zoveel tijd, blijkt gewoon wel dat nummers waarvan je eerst dacht, dus niks. Want het is echt, we hebben heel veel nummers hebben we gewoon opgenomen met het idee van, oh, deze nemen we even op voor vanavond. En dan hebben we iets om naar te luisteren. En morgen maak ik hem af, of volgende week. Nou, ik denk dat het misschien bij één nummer gebeurd is. En voor de rest zijn alles wat opgenomen is, zijn gewoon de ruwe, zeg maar, proeftakes. Soms inclusief volumewisselingen, dat je zo zit te luisteren, nou, wat hebben we nou gedaan? Maar ja, toch maar proberen om dat dan weg te breien later. Maar ja, er zitten wel gewoon toffe dingen tussen, die je nooit had gekregen als je blijft streven naar een bepaalde sound. Soms kan ik dan reageren van, nou, zie je wel, maak je naar druk om, het is misschien helemaal niet slecht. En, maar het is ook heel vaak zo dat mensen helemaal enthousiast worden over iets wat ik gemaakt heb. En, dan gewoon eerlijk naar mezelf ben, dan vind ik het zelf echt niet leuk. En ik ben best wel lang onder die voorwaarden in mijn studio bezig geweest. Ik denk van ja, maar het is denk ik toch
wel leuk, want iedereen vindt het wel te tof, maar nou, uiteindelijk moet je het in de eerste plaats doen omdat je het zelf leuk vindt, weet je wel. Ik kan daar maar niet van blijven uitgaan. Van ja, wat wil je nou? Ik vind het leuk. Ik vind het zelf geen ruk aan, dus ik flikker het weg. Ik flikker het lekker weg. Weet je wel. Ach, en dan ja, ik ben gek. Je hebt altijd feedback nodig van mensen die muziek horen, weet je wel. Je kan jezelf helemaal erin blijven malen tot je een totaal vertekend beeld hebt. Uiteindelijk als het op de plaats staat en iemand rijdt en zegt zo, het is helemaal zus en zo, dan heb je ja. Spreken, een track moet lopen en het moet daar gaat eerst rechtdoor, dan komt de break of unbreak en dan gaat hij linksaf en dan gaat hij weer rechtdoor en dan gaat hij rechtsaf en dan gaat hij weer daarheen. Er moet wat gebeuren, maar anders wordt het alleen maar doorborduren op hetzelfde thema. Ja, en iedereen kan dat. Kijk wat er met de dansmuziek is gebeurd toen iedereen het zelf begon te maken. De goede kant is de do-it-yourself attitude. Ik mag dat graag zien. Mensen lekker zelf doen waar ze zin in hebben. Maar als muziekliefhebber, dan krommen meteen af en toe van wat ik hoor, wat er allemaal uitkomt. En wat er ook nog gewoon geslikt wordt. Oké, okay, next 30 minutes or so, it's Intergalactic Gary in Le Mix. De compressor deden we daar ook alweer mee. Ik zit volgens mij op het mengpaneel. Twee tracks op de A-kant hebben we samen gemaakt en op de B-kant hebben we elk één track gedaan. En dan het laatste trackje op de B-kant is ook weer samen. Het is een soort van edit van een track die we eerder hadden gedaan. Dus om weer capital uit te kopen. Dat wel niet hoort. Hoe ik dit allemaal heb gemaakt is allemaal echt totaal Spartaans. Gewoon één synthesizer, één drumcomputer en een heel weinig randapparatuur, een sequencer. Heel weinig effect ook. Weinig tot geen effect. Mijn vorige plaat had alleen maar niets. Maakt niet uit voor mezelf, ik heb het niet nodig. Oké. En dan heb je gewoon de kleur. Ja, ik vind het met dit label vind ik het gewoon wel echt kicken. Het leukste om dus een beetje eigen platen te doen. Gestileerde panzerkruis komt er aardig in de buurt. Het is ook grafisch heel hard, heel sterk, efficiënt. Het is ook een soort waanzin in feite drukt uit door de hardheid ervan. En het dynamische ervan.
En dan gerelateerd aan het historisch aspect waarbij je ook natuurlijk je fantasie weer de vrije loop kan gaan, omdat ik fantasie zo belangrijk vind. De theorie is een grimmig verschijnsel geweest en omdat ik juist die fascinatie heb voor grimmige evenementen en grimmige sferen, dat wilde ik ook in die muziek verwerken. Nou, dat komt er dan helemaal samen. Ja. Het komt allemaal samen. Voor mij is er ook maar het grafische en het muzikale, er is voor mij geen onderscheid in. Weet je, net als er ook geen onderscheid is in tussen Bunker en Motorwolf, dat zijn alleen maar merknamen. Maar de muziek die ik op Motorwolf uitbreng, is eigenlijk dezelfde muziek die ik op Bunker uitbreng. Er is geen verschil. Dat is er niet. Dat zijn de details, ja, waardoor mensen het verschil zogenaamd maken. Dus maar de achterliggende energie en waanzin is precies hetzelfde. Ja. Dus in principe is voor ons altijd een totaalbeeld geweest, Bunker. En Motorwolf en eigenlijk alles eromheen. Het is, weet je, het gaat om een bepaald soort informatie. En of je dat nou via muziek of via beelden uit. Dat het is meer om het even. Het is een gevoel. Ja, meer. Ja. 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 Precies. Ja. Dit is echt onze Bijbel altijd geweest. Ja. Ja, hier op. Ja, kijk. Even een nekje gekrakt. Daar hoef je het niet te zoeken, hè? In de sociale, de Parallax Corporation, de track Anti-Social Tendencies. Wij zijn de asociale, wij zijn niet sociaal, maar niet heus. Wij zijn wel heel erg sociaal, maar niet naar de meute toe, inderdaad. Daar heb ik niks mee te delen. Al die lulverhalen heb ik inmiddels allemaal wel gehoord, weet je wel. De verhalen in de lift, in de super, je kent dat wel, de verjaardagen. Ik heb daar niks te vertellen. De media is verkocht. Een blad als Oor moet al dingen weigeren omdat de adverteerders het niet goed vinden. Ja, oh nee, dit kan niet, want dat vinden de adverteerders niet goed. Dat is toch niet normaal? Ik heb één nummer gemaakt, dat heb ik Calimero genoemd. Omdat ik vind, het is inderdaad bekend, weet je wel, dat dat veel, en het is in elke industrie trouwens, modellen schoppen elkaar ook liefst onderuit. En weet ik veel, iedereen overal. En ja, die Calimero die zegt dat toch altijd. Ik is klein en zij zijn groot en dat is niet eerlijk. En, je moet gewoon je bek houden. Ik koop je toch een paar stelten. Vaak blijf je ook gewoon de hele avond hangen op een beat. En zo, als je alleen moet te kicken op de bas. Ook fijn, maar als je dan soms terugkijkt op zo'n avond, als je dan gedaan hebt, dan denk je van ja, nou, is dat niet echt productief. Terwijl als je samenwerkt met iemand, dan is het vaak, dan sleep je elkaar doorheen. Vaak is dat zo. Als de een wat minder inspiratie of zin heeft, dan gaat de ander wel. Dan ga je daarin mee, of niet. Vaak wel. Oh, dus een paard met een nieuw neon logo. Of is dat weer wat anders? Nee, dat is hem. Ben je nog binnen geweest? Nee, nog niet. De 31ste hebben we ons fiasco. Al met al zijn we de 4 jaar op deze plek zijn we weg geweest. 2003 zijn we weer begonnen en ook weer teruggekeerd naar de oude naam, Paard van Troje. Ja. Maar naast hier in Nederland is dus waarschijnlijk het paard. Dat is het paard. En dat was ook een reden om te zeggen van ja, wel ja joh. Nog één keer even lekker op je bek gaan in Holland. Nadat ik hem boekte, zag ik pas op zijn website dat hij binnenkort wil stoppen met plaatjes draaien. Dat vind ik wel jammer, maar... Ik kan het aan de andere kant wel
wel begrijpen dat hij met pensioen wil of zo. Wat breng jij hier, Felix? Ja, ja. Wat? Omdat ik pas om 2 uur draait. Jij had gehoopt dat hij eerder zou zijn. Ja. Kom naar huis. Ik wil het nieuwe paard een keer zien. Ik heb veel gehoord over het geluid. Ik ben er ook nog helemaal niet geweest, ook niet toen overdozen en zo draaiden. Maar ik heb veel gehoord over het geluid, dat het echt massief is en dik. Nou, we zullen wel zien hoe dat klinkt. Een lege zaal. Altijd hetzelfde geweest. En de enige reden waarom je af en toe een sprongetje hebt... Ja, is omdat het vooral elektrisch versterkt is. Nou ja, omdat je nieuwe techniek hebt. Ja. Ja. Snap je? De elektrische gitaar werd in de jaren 40, de jaren 30 eigenlijk ontwikkeld. Dat heeft gewoon het complete rockgenre op poten gezet. En in de jaren 70, 80 kwamen er elektronische apparaten, samplers en drumcomputers. En dat heeft ook een compleet nieuwe ontwikkeling op gang gezet. En zo heb je meerdere punten in de geschiedenis. Op het moment dat, dat die technische ontwikkeling even stopt, dan krijg je ook niks nieuws meer erbij. En als je muziek indeelt naar... muziek is een emotionele illusie. Bunker is niet meer dan een illusiefabriek. Een motorhome van alle labels van de wereld. Je bent een illusiefabriek. Je geeft een emotionele illusie weer. En omdat emoties van alle tijden zijn, en van alle culturen overal hetzelfde, is alle muziek overal hetzelfde. Wist je? Ja, ja. Afhankelijk van de emotionele illusie, van de emotionele behoefte, creëer je de illusie die aan die behoefte appelleert.
En dus de hele reden waarom jij een andere smaak hebt, is omdat je emotioneel onder elkaar zit. Heb je dus, zodoende heb je verschillende smaken. Maar de manier waarop je dat teweeg brengt, die emotionele illusie, het effect, de emotionele effect, is waar en ook de wereld, overal hetzelfde. Van dezelfde smaak. Ja. Het zijn allemaal dezelfde smaken. Het is een palet van smaken, maar het is hetzelfde palet van emoties die je bedient. Dus je kunt hooguit voor jezelf zeggen, er is goede muziek en er is slechte muziek. Omdat er muziek is die je emoties goed kan weergeven en een muziek die het niet goed kan. Die daar niet goed in geslaagd is om emoties goed weer te geven. Of die emoties weergeven waar je niet in geïnteresseerd bent. Ja, of emoties die je gewoon niet eens kan handelen. Dat vind je natuurlijk ook nog. Ja. Dat is beyond. Maar daarom is er voor mij geen vernieuwende muziek. Waarom? Ik hoor al 10 jaar niks nieuws. Dat is ook niet gek. Weet je, dat er na de drum en bass initiële techno niks meer bij komt. Dat is helemaal niet vreemd. Dat is het eind van een digitale ontwikkeling. En, nu wachten we weer op de volgende technologische revolutie in de muziekwereld. Als het komt, het zal al eens gebeuren. Maar het zal waarschijnlijk ook om nu te gaan pretenderen dat ik iets vernieuwends moet doen, omdat je per se je wil onderscheiden van de rest, daar kan ik alleen om lachen. Dat kan ik niet serieus nemen. En het gaat mij er meer om dat je efficiënt bent in het weergeven van die illusies. Dat je die emoties echt kan overbrengen zoals jij ze voor ogen hebt. Dat je dat aan de ander kan doorgeven. Ja. Pretentieloos in ieder geval. Ja, dat is er niet van belang. Ja. Nou ja, onder alles tegenwoordig draait het wel om pretentie. Ja, ja, ja. Maar ja, dan maak je muziek om ambitie, niet om passie. Ik denk dat passie wel is toch het sleutelwoord van Bunker en Motorwolf. Ja, ik doe het echt niet voor de... Dit is echt mijn eigen hart en ziel die ik eraan verknocht heb.